Spreekkaarten zijn natuurlijk ontzettend handig, maar wat zet je daar nou wel en wat zet je er niet op? Spreekkaarten kunnen je als gespreksleider, als spreker of als debatleider goed helpen. Bijvoorbeeld door de onderdelen van een programma op een rij te zetten, de onderdelen van je speech natuurlijk op een rij te zetten, of om de discussie in goede banen te leiden. Maar wat zet je wel en wat zet je niet op je spreekkaarten? Daar gaan we het in deze video over hebben. Maak je als dagvoorzitter gebruik van spreekkaarten. Zorg er dan voor dat je in ieder geval één kaart hebt met daarop het overzicht van het programma. Daarnaast voor elk onderdeel van het programma een aparte spreekkaart met daarop de begintijd en de tijdsduur van het programmaonderdeel. En natuurlijk de drie zaken waar jij je als dagvoorzitter mee bezig moet houden: inhoud, structuur en sfeer. Zorg er dus voor dat je weet waar het programmaonderdeel over gaat. Wat je van de spreker en van de zaal verwacht en natuurlijk hoe je het onderdeel gaat introduceren. Want daarmee zet je de juiste sfeer neer. Maak je als spreker gebruik van kaartjes om de verschillende onderdelen van je verhaal op een rij te zetten. Probeer dan in ieder geval niet om je hele verhaal vast te leggen in je spreekkaarten. Dat zorgt er namelijk voor dat je alleen maar aan het kijken bent wat er hier staat en niet bezig bent met wat er in het publiek leeft. Wat doe je dan wel op die spreekkaarten? Zet duidelijk neer wat doe je in je inleiding, wat doe je in de kern van je verhaal en wat doe je in het slot. Daarnaast kun je eventueel in steekwoorden nog aangeven wat de voorbeelden of anekdotes zijn die je wil gebruiken. Zo zorg je ervoor dat je bezig bent met het publiek en niet met de spreekkaart. Als debatleider zorg je dat je naast alle informatie die je als dagvoorzitter nodig hebt nog wat extra zaken op je spreekkaarten hebt staan. En die zaken die gaan over de thema's, over de tegenstellingen en over de tijden. Ten eerste, de thema's. Zorg ervoor dat je weet wat er speelt binnen een bepaalde debatronde binnen een bepaald onderwerp. Dan de tegenstellingen. Weet wie er echt letterlijk tegenover elkaar staan in het debat. Maar weet ook wat de belangrijkste tegenstellingen zijn binnen een thema. En als derde, de tijden. Je moet je houden aan bepaalde afgesproken tijden om het debat in goede banen te leiden. Zo blijf je niet te lang hangen bij een thema wat heel belangrijk is voor de zaal. Maar ga je ook door naar de volgende onderdelen. Zo hou je de vaart erin. Zorg je ervoor dat het debat de echte tegenstellingen weergeeft en zorg je ervoor dat de thema's die belangrijk zijn voor jou en je opdrachtgever aan bod komen. Wanneer je op deze manier gebruik maakt van spreekkaarten, zul je zien dat je moeiteloos door een programma, een speech of een debat heen navigeert. Heel veel succes bij jouw volgende bijeenkomst. Vond je dit een leuke video? Like hem dan en abonneer je op ons kanaal voor afspeellijsten, tips en nog veel meer. En in ieder geval, elke week een nieuwe video van het Nederlands Debat Instituut.